Je eigen dierentuin die je elke dag mag bezoeken. 15 kinderen uit heel Nederland hebben die eer. Ze zijn kinderdirecteur van een dierentuin in de buurt. En Luca is sinds vorige maand de directeur van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En dat betekent dat ze ook iets kan doen voor een andere dierentuin. Luca mag als directeur natuurlijk altijd gratis naar binnen. Ze komt dan ook zoveel mogelijk en neemt vaak vriendinnetjes mee. Samen letten ze goed op of het wel goed gaat met de dieren. Als ik hier rondloop, let ik op of de dieren gelukkig zijn, of ze tevreden met hun verblijven zijn en of de dieren elkaar ook leuk vinden. Met de 14 andere kinderdirecteuren moet ze zich ook bezighouden met een dierenproject in het buitenland. Daar moet ze zoveel mogelijk reclame voor maken. Degene die aan het eind van het jaar de meeste stemmen heeft, krijgt geld voor zijn project. Ik zet me in voor de dieren op Suriname, omdat ik belangrijk vind dat hun ook gelukkig zijn. En omdat ze hele kleine kooitjes hebben. En ik vind dat hun ook zo verblijf verdienen zoals ze hier hebben, in Blijdorp. In heel Suriname is er maar één dierentuin. Die ligt in de hoofdstad Paramaribo. De Paramaribo Zoo. Ik heb op foto's aapjes en andere dieren in kooien gezien. Daar ben ik niet echt tevreden over. Ik vind dat ze net zo als in Blijdorp een groot leuk verblijf verdienen. De Surinaamse dierentuin ziet er inderdaad anders uit dan hier. Omdat ze weinig geld hebben, is het moeilijk om de dieren hokken te geven die groot genoeg zijn. Het geld dat Luca kan winnen is dus zeer welkom. Ik hoop dat ik ga winnen, omdat die anderen hebben ook wel een beschermingsproject. En dat gaat dan ook naar een goed doel. Maar ik hoop toch dat ik Paramaribo een betere dierentuin kan laten worden. De hoofdprijs is 2500 euro. Stem op mij. En ben je benieuwd wat de andere kinderdirecteuren doen? Kijk dan op onze website, want daar vind je een link.